Ik krijg een brief. Er staat boven beste Dato Steenhuis. Dat is al aardig. Dankjewel. Dorothee heeft dat geschreven. Wat fijn dat dit programma bestaat. Is ook fijn voor de mensen die dat maken, die dat op de site zetten. Erg dankbaar voor. Dus dat is toch wel mooi. In Genesis 1 vers 27, schrijft Dorothee, staat dat God de mens schiep. In Genesis 2 vers 7 wordt daar weer over gesproken. Wat zou de reden kunnen zijn dat er twee keer over de schepping van de mens gesproken wordt? Graag uw reactie. Nou, ik weet niet of je op de hoogte bent van de vele, vele discussies die er over de schepping zijn gevoerd en nog. Over al die excessen die we tegenkomen. Van dit kan niet, 7 dagen onzin, evolutie, miljarden jaren. Enfin, al die termen rollen over elkaar heen en dat blijft nog wel even doorgaan. Dat stopt niet meer. Maar je vraagt iets bijzonders. Inderdaad, in Genesis 1 heb je die bijzondere opsomming van die 6 dagen waarin God de aarde geschapen heeft. En ik geloof persoonlijk dat de Heer bedoelt te zeggen, kijk eens, die 6 dagen die staan voor 6 periodes van 1000 jaren. En er komt nog een 7e periode van 7000 jaar achteraan. Die 7e periode van 1000 jaar, dat noemen we soms, misschien jij ook, het 1000-jarig vrederijk. Dat is de Shabbat van de vrede, de 7e dag van de vrede. Die 6 dagen die daarvoor afgingen, zijn periodes van 1000 jaar. Iedere keer komt dat terug. Nou, de messensleperij is dan natuurlijk niet van de lucht. En we gaan allemaal op het scherp van de snede elkaar te lijf en we gaan allerlei voor's en tegens afwegen. Maar laat dat nou eens staan. Laat nu eens staan dat de Heer eerst in Genesis 1 een soort overzicht geeft, een soort route geeft van alles tot en met het einde van het laatste Bijbelboek. Stel dat je dat zou kunnen zeggen. Dan begint in hoofdstuk 2 eigenlijk de detaillering. En dat is het verschil. U vraagt mij, waarom wordt er 2 keer over de schepping van de mens gesproken? Nou, de eerste keer is het in dat overzicht, in dat globale, bijna modelblad van, zie je wel, daar heb je de inhoud van de hele Bijbel eigenlijk. En nu gaan we over die mens beginnen. En het merkwaardige is dat bij de tweede keer dat er over die schepping van de mens gesproken wordt, er details bijkomen die in de eerste opsomming, dat is altijd zo, als het iets globaals is, is het vaak zonder de details. De details komen pas later. En dat is hier ook zo. En dan wil ik op een heel bijzonder detail gaan wijzen. Ik had, toen ik die vraag las, er in mijn eigen aantekeningen bijgeschreven. Maar in de tweede keer gaat het niet alleen over Adam, over de mens, maar gaat het over Adam die een hulp tegenover hem krijgt. En dan wordt ineens Eva erbij genoemd. En nu probeer ik het. Adam is de eerste mens. De Heer Jezus wordt de tweede mens genoemd, de laatste Adam. Die term wordt gebruikt. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Stof zijt gij, weet je wat? De stof zult u weerkeren. De tweede mens is uit de hemel, dat is de Heer Jezus. En die tweede mens, onze Heer Jezus Christus, vlees en bloed aangenomen, op een hele speciale manier geboren, anders ook dan Adam was ook niet geboren. Die was ineens als volwassen man daar. Maar de Heer Jezus is op een hele speciale manier ook ter wereld gekomen. Maar waar het nu om gaat is
dat in hoofdstuk 2 van Genesis, dus waar u naar vraagt, Adam gezien wordt als geen hulp hebbend tegenover hem. De dieren hadden mannetje, vrouwtje, maar allemaal. Maar Adam had dat niet. Hij kon wel die dieren een naam geven naar hun karakter, naar hun aard, maar hij had zelf niks. En toen heeft de Heere God een diepe slaap op Adam gelegd. En toen heeft de Heere God uit Adam een rib genomen. Ik noem dat wel eens een rib uit zijn lijf. Daar komt onze uitdrukking vandaan. Als hij echt veel gekost heeft, een auto of een huis of zo. Nou, dat was een rib uit mijn lijf. Snap ik. Maar een rib uit zijn lijf. En hij heeft van de rib van Adam een vrouw gebouwd. En die vrouw heeft hij aan Adam gegeven. De Heere God heeft de vrouw gegeven aan Adam. Echt, lees zorgvuldig. En Adam zegt, ja, dit is been van mijn been, dit is vlees van mijn vlees, manin, en helemaal verguld. Probeer nu het. In Genesis 2 gaat het inderdaad over een detail uit het scheppingsmodel van Jahwe, van de Heere. En dan gaat dit komen. Het eerste wat eigenlijk opvalt is dat de laatste Adam, onze Heer Jezus, de tweede mens, in een diepe slaap is gekomen op het kruis, gestorven. Probeert het. En God heeft juist in dat sterven van de Heer Jezus, in dat werk aan het kruis, een aanleiding gevonden om iets uit Adam te nemen en daar een vrouw van te maken. De gemeente. Dat is nu exact wat Efeziërs 5 jou en mij vertelt. Deze verborgenheid is groot. Dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Daar staat het. En toen heeft God met alle respect die vrouw genomen en aan Adam gegeven. Adam is verguld. Als de Heer Jezus zegt, die vrouw van de gemeente, u vindt dat in Johannes 17, ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Als de Heer Jezus zegt, in Johannes 6, van alle die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. De Heer Jezus bedankt de Vader voor het enorme geschenk, het enorme cadeau dat de Vader hem gegeven heeft, namelijk de gemeente. Nog een keer Efeze 5. Deze verborgenheid is groot, man, vrouw, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus dat enorme cadeau van de Vader aan de Heer Jezus wordt in hoofdstuk 2 van Genesis al als een basis benoemd. En dat is schitterend. Daar sta je stijl van achterover dat zoiets moois in het begin al zichtbaar is. Daarom is het ook anders. Dat is nog niet in het hele heilsplan zozeer. Dat is allemaal wel, daar zit het wel in. Daar hoort het ook bij. Maar de uitwerking daarvan is in Genesis 2 al begonnen. En dat gaat nog steeds door. Wat bijzonder, als je echt zelf deel uit mag maken van de gemeente van onze Heer Jezus. Als jij echt bij de gemeente van onze Heer Jezus, bij het lichaam van Christus hoort, dan ben je ook bij de bruid van het Lam. Daarom zegt Paulus, ik heb jullie, gemeente van Korinthe, heidenen van vroeger, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Ik heb jullie aan hem als het ware willen geven. Johannes de Doper roept zo die de bruid heeft. Nou, maar dat is de bruidegom. Dus let op, dit moet je niet veronachtzamen. Daar moet je naar kijken, daar moet je mee bezig zijn. En als je daarmee bezig bent, dan val je van de ene verbazing in de andere. Ik ben zo dankbaar dat ik mag horen bij hen die de Vader aan de Heer Jezus gegeven heeft. Daar hoor ik bij die club. En als men mij vraagt, bij welke kerk hoor je? Nou, ik zeg, er is maar één kerk. Natuurlijk, vandaag ook een beetje moeilijk, want er zijn zoveel stromingen en zoveel richtingen.
En over splitsingen. Maar er is maar één bruid van het Lam. En de Bijbel zegt mij dat dat de gemeente is. Sommigen zeggen dat dat Israël is. Dat laat ik nu maar even geparkeerd staan. Dat wordt een volgende discussie. Maar hoe dan ook. Daarom in Genesis 2 een aparte melding van Adam en de schepping van Adam. En een aparte melding dat Adam een vrouw krijgt die bij hem past. En dat hij daar zich eindeloos in kan verheugen. En dat ze elkaar lief gekregen hebben. Die dingen zijn kostbaar. En dat betekent dat het Genesis verhaal, hoofdstuk 1 en 2, bijzonder zijn. En heel veel lading hebben. Ook voor de gelovigen van vandaag en ook voor jou. Als je denkt aan deze dingen, dan ga je de Heer Jezus bedanken voor wie hij is. Voor wat hij gedaan heeft. En dan zeg je, ik ben blij dat ik bij u mag horen, Heer Jezus. En dat u mij hebt ontvangen als een cadeau, als een geschenk van de Vader. De Vader heeft de Heer Jezus een cadeau gegeven. Nu zeg ik het met Genesis 2. Het is niet goed dat de mens alleen zou zijn. Adam was alleen. Al die dieren hadden een partner. Maar Adam niet. En nu krijgt hij een partner. En dat proces heeft God bedoeld, heeft de Vader bedoeld met zijn Zoon Jezus Christus. Daar word je blij van. Het is een beetje moeilijk misschien, maar je wordt er wel blij van en dankbaar. En je gaat de Heer ook bedanken voor wat hij heeft gedaan. Voor jou en voor jouw verkeerdheid. Maar ook voor jouw geweldige toekomst. En wij vergezellen, de bruid vergezelt de Heer Jezus straks. Als hij komt hier op aarde om hier te heersen en te regeren, dan is de Heer Jezus weer niet alleen. Jeremia zegt ergens een hele bijzondere regel in Jeremia 31. En als hij komt, zal een vrouw die man omvangen, omringen, vergezellen. En dat is uniek. Natuurlijk is het daar niet zo dat daar voor het eerst iets zichtbaar werd van een meneer en een mevrouw die bij elkaar hoorden. Maar dat betekent dat zelfs in Israël, in het herstel van Israël, dat beeld van man en vrouw, van Adam en Eva weer terugkomen. Misschien is dat ook moeilijk, maar probeer daar maar over te piekeren. En daar word je blij van, daar word je gelukkig van. De Heere zegene je. Dat wens ik je echt toe. God zegen toegebeden. Amen. De volgende keer gaat broeder Willem Ouweneel verder met een andere vraag. Er zijn daar veel vragen binnengekomen. U kunt zich daarop abonneren. En u kunt zelf ook een vraag insturen als u dat wilt. En we willen proberen om daar een antwoord op te geven. De Heere zegene jullie. Amen.